kom hier bijna elke week. Het is voor mij bijna als naar de bibliotheek gaan. Je leest kleding, hoe is het gemaakt, van welk merk is het, waarom is het zo gemaakt, met welke grondstoffen, wanneer. Dus ja, het is voor mij als boeken lezen. Ik haal hier inspiratie uit, maar ook gewoon heel veel lering. De kleding is gewoon heel erg belangrijk. Het zegt eigenlijk gewoon zonder woorden wie je bent, of waar je voor staat, of in welke mood je bent. Daarom heb ik ook voor mode gekozen om daar een onderdeel van te zijn. Om dus als ontwerper te helpen of te regisseren of te corrigeren van die beeldtaal. Ik koop eigenlijk nooit iets nieuw. Ik vind nieuw niet nodig. Als het goed is heb je gewoon een stijl van smaak. En die ontwikkel je en die kleding, die garderobe, die mag je samenstellen. Maar dan hoef je niet één seizoen over te doen. Daar kan je gewoon best wel, daar moet je de tijd voor nemen. En des te leuker is het dan als je iets vindt wat bij je past.